Mijn naam is Dutch Schuber en ik ben vandaag de piloot van een vliegtuig wat op het punt staat om naar beneden te vallen in Roblox. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik mijn Roblox gezicht laat zien waar nu een hoed voor zit. Niemand kan het, dat is 100%. En de tijd gaat nu in! Hey! Serieus blijf je op. Oké, dit vliegtuig kan elk moment neerstorten. Zoals jullie kunnen zien, het hangt nu nog in de lucht. Er is niet veel aan de hand, maar het probleem is, ik ben de piloot. En het lijkt mij dus een verstandig idee dat wij eerst... Weet je, we gaan eerst even kijken of iedereen zichzelf wel veilig heeft opgesteld. We gaan even kijken of iedereen er goed uitzit. Ik zie inderdaad, het is momenteel 7 uur 's avonds. Ik zie dat er... Hey! Hey, kom dat vliegtuig af, jij! Uh-oh. Jongens. De lichten zijn uitgevallen. Of, ze staan weer aan. Oké, maakt niet uit. Kleine storing. Misschien de weersomstandigheden. Oké, jij hebt... jij hebt wel heel veel goud bij je. Heb je dat aangegeven bij de douane? Ja? Oké. Nee, is goed. Even kijken. Hier is iemand muziek aan het luisteren. Prima, niks mis mee. Hier hebben wij de uitgangen. Die gaan open als er een probleem is. Hier hebben wij het toilet. En hier hebben wij mijn hokje. Dit is mijn co-piloot. Dat is dus iemand... de lichten zijn weer uitgevallen. Ja, zeg maar, ik heb een co-piloot. Dat is iemand die mij helpt. En de lichten staan weer aan. Haar naam is Sabrina. Ze helpt mij fantastisch goed mee met alles. Dat is ook de reden waarom ik nu een beetje kan rondlopen. Ik heb bij mij een magazine. Om mezelf een beetje te kunnen vermaken. Ik heb bij mij een... Jongens, wat... Oké, het is wel aan. Oké. Ik heb bij mij een krant. En op die krant kan ik lezen wat... Wat een beetje de orde van... Sorry, ik ben bang. Want dit vliegtuig is al vrij vaak neergestort. En ik wil het eerlijk gezegd niet nog een keer meemaken. Ik heb een tablet bij me. Hiermee kan ik contact leggen met andere piloten in omstreken. Een bakje koffie. Omdat ik vanochtend best wel kort heb geslapen vannacht. Ik heb een life jacket als het fout gaat. En ik heb zelfs een zuurstofmasker. Wat ik kan gebruiken als het vliegtuig op punt staat van neerstorten. Ik kan op dit moment naar bij... Hey, jongens, kom eraf! Jongens! Kijk wat jullie doen, dit is gevaarlijk. Het vliegtuig stort misschien wel neer. Nee, hey, luister. Loop niet weg als ik tegen... Weet je, prima, blijven jullie daar maar staan. Ik heb jullie gewaarschuwd. Oké, wat hebben we nog meer? Laten we even kijken. Daar zijn dus de exits. Laten we eerst even kijken of de exits überhaupt wel werken. Dat is namelijk vrij... de exits werken. Ja, de exits werken fantastisch. En daarom lijkt het mij een verstandig idee dat we doorgaan naar de volgende Roblox game. De beste manier om de exits te testen, jongens. Oh, wat is dit erg. Wat is dit vreselijk dat ik dit zojuist deed. We zitten in een andere Roblox game. Ik vind het gewoon leuk om al dit soort games uit te proberen. Sommige zijn minder leuk, sommige zijn fantastisch. En ik wil gewoon een beetje kijken wat alles is. Ah, er is daar een schip en mensen moeten proberen om er zo lang mogelijk in of op te overleven. Zelf heb ik momenteel 0 punten. Ik heb hier wel... ik kan in het schip meekijken. Oh, er is een vliegtuig ook. Ah, en die is al neergestort. Oké, ik zie het. En over een paar minuten wordt hij weer gemaakt. En kunnen wij er dus weer in gaan zitten. Oké, hier kunnen we niet naar binnen. Er is wel een VIP. En ik moet zeggen, ik vind het altijd wel interessant om daar even in te kijken. God armor? No way. Oh, no way! En ik heb letterlijk extra punten gekregen. Dit is de hack. Om extra punten te krijgen. Kijk rechtsboven in beeld, jongens. Ik krijg 10 punten elke keer dat ik hier overheen loop. Terwijl het eigenlijk helemaal niet hoort te kunnen. Dus op deze manier kan ik heel veel punten krijgen om zo nieuwe dingen mee te kopen. Ik kan mij niet meer herinneren dat ik deze VIP heb gekocht. Maar schijnbaar werkt het wel. En ik ga proberen de nummer 1 in te halen, genaamd Rock. En Rock die heeft 202 punten, omdat hij dus waarschijnlijk al best wel veel in dit spel heeft gespeeld. Maar ik ga hem dus gewoon inhalen door elke keer over hetzelfde platform heen te lopen. Yes. Nee, maar het was wel gaaf, zeg maar, die voorgaande map. Ik vond hem legit heel erg leuk. Alleen, ja, het ging gewoon niet helemaal goed. Mensen die liepen op het vliegtuig, de lichten vielen uit. Mijn co-piloot, die praatte niet meer tegen mij. En bam, ik ben nummer 1. Oh, wat erg dit. Ik heb eigenlijk gewoon een soort van gecheat. Hij gaat er ook in. Is dat die Rock Guy? Nee, dat is een andere. Runo heet hij. Oké, hij gaat waarschijnlijk zo meteen ook op de leaderboard naar boven. Het vliegtuig is er weer. Oh, ik moet snel zijn! Nee! De deur ging net dicht! Zagen jullie dat? Letterlijk, guys. Dit is vreselijk. Oh, wat naar. Wacht eens even. Wat nou als ik gewoon op het vliegtuig blijf staan? Dan word ik een soort van meegenomen. En als het vliegtuig neerstort, ben ik veilig. Omdat ik dan waarschijnlijk een paar honderd meter naar beneden val. Oké, dat had ik misschien beter moeten doordenken. Ik heb God mode.
Ik heb mijn god armor aan. Oké, misschien komt dit wel goed. Like, legit. I have faith. Het gaat wel heel snel nu. Jongens! Jongens! Ik had dit niet moeten doen! Oké, wacht. Is er een manier om erin te kunnen? Zitten er überhaupt mensen in? Er zit letterlijk niemand in. Oh, jawel, de piloot zit erin. De piloot zit er wel in. Piloot! Wacht eens even. Dit is geen vliegtuig. Dit is een raket! Een raket die neerstort! Rustig, Job! Oh nee, jongens. Ik zit letterlijk... Ah! Ik had het ergens misschien wel kunnen verwachten. Oké, weet je, ik ga gewoon kijken hoe het vliegtuig eraan toe gaat. Dit is naar... ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Stort hij weer terug op aarde? Ah, ik ben gewoon weer hier uitgekomen. Oké, that's pretty nice. Eigenlijk wil ik er deze keer wel in voor de verandering. Want wat hier gebeurde is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dat je op een vliegtuig gaat staan. Zo hoort het niet. Oeh, wat is dit? Een geheime obby. Oh, wacht, misschien... Als je dit haalt, ben je waarschijnlijk die piloot. Waarschijnlijk bepaalt dit of je... Waarschijnlijk bepaalt dit of je de piloot mag zijn. I need to do this, alright. I need to do this. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Hier kunnen we speciale dingen kopen met onze punten. Oké, wacht, laten we iets kopen. Ah, dat kan waarschijnlijk niet, want het vliegtuig is net vertrokken. Dat is die gozer die net de piloot was. Dus dat zou betekenen dat wij nu de piloot kunnen zijn, right? Komt het vliegtuig terug? Ik noem het wel een vliegtuig, maar het is eigenlijk een raket. Hij kan elk moment terugkomen, jongens. Dus wij gaan gewoon nog één keer de obby proberen. En als die dan zo meteen terug is, dan gaan we erin en dan zijn wij misschien wel de piloot. Maar daarvoor moeten we eerst de obby halen. Dat is namelijk de reden waarom die gozer elke keer opnieuw de piloot is. Waarschijnlijk heeft hij de obby gehaald en dat is de reden waarom hij het mag zijn. Oké, there we go, guys. We are going to do this. Oké, even rustig, Job. Rustig springen, alsof je leven ervan afhangt. Wat in zekere zin ook wel zo is. Yes! What? Are you serious? Oh, ik heb nog maar 28 seconden. Oké, nu moet ik snel zijn. Het vliegtuig vertrekt binnen... De raket vertrekt binnen. Oké, wacht. Kan ik nog wat halen heel snel? Hier bij de shop? Oké, dan moet ik wel echt heel snel zijn. Oké, laat me gewoon heel snel iets pakken. Laat me een sparkler pakken. Ik vind het allemaal goed. Oké, ik heb wat dingen gepakt. Oh, ik moet zo snel zijn. Ik heb nog maar 10 seconden. En ik wil de piloot zijn. Aan de kant, ik wil de piloot zijn. Ik ga het weer niet halen. Dit is echt heel erg. Dit is echt vreselijk. Nee! Ik heb een skateboard. Ik heb een toeter. En ik heb zelfs een sparkler. Oké, luister. Oh, jongens. Oké, ik ben benieuwd. Wie overleeft het langst? Let's make a challenge. Who will survive the longest on the plane? Let's see. Ik zeg, laten we er een challenge van maken. Wie overleeft het langst op het vliegtuig? Laten we het checken. Het is eigenlijk geen vliegtuig, I know, right? Maar het klinkt wat... Zit er überhaupt iemand in? Er zit maar... Letterlijk, de raket is onbemand. Er is niemand die hem bestuurt. Hoe kan dat überhaupt? Wat? Oh, dat kan niet goed zijn. Waarom is er niemand bij het stuur? Jongens, neem je verantwoordelijkheden. Oké, nu ga ik hem proberen te halen. Oh, jongens. Ik schaam mij echt diep. Dit is iets wat ik de hele tijd al probeer te voorkomen, maar... dit lijkt mij niet helemaal goed af te gaan. Oké, luister. Ik heb nog 200 punten, dus... Ik wil kijken of ik nu wat handigere dingen kan halen. Misschien... Oh! Wat is dat? Ik dacht even dat ik een parachute had gekocht. Oké, we kopen gewoon letterlijk alles. Are you serious? Ik heb iets gekocht waardoor je afgaat? Waarom zou je dat willen? Waarom zou je dat willen? Waarom zou je iets willen kopen waarmee je afgaat? Dat is toch gewoon raar? Oké, guys. Ik laad het hierbij. Ik denk echt dat ik het gewoon... Ik wil het nog één keer proberen. Weet je wat we doen? Ik ga de obby nog één keer halen. En ik maak er met jullie een leuke challenge van. En wanneer dan het vliegtuig terug is, dan gaat het mij 100% lukken. Dan ga ik erin zitten en dan ben ik de piloot. Alright, de challenge is als volgt. Ik geloof niet dat jij in de comments de volgende zin kan schrijven. Ik ben Jaap en ik hou van appels. Oké, ik weet niet wie Jaap is, maar ik bedenk ook wel wat. Sneller dan dat ik de obby haal. En de tijd gaat nu in. Ik ben Jaap en ik hou van appels. Ik ben Jaap en ik hou van appels. Yes! Ah, nice. Oké, het vliegtuig is terug. Ik zag het vliegtuig terugkomen. Nu ga ik het halen. Ik blijf hier gewoon letterlijk wachten. Wat? Oh, daar is hij. Wat gebeurt ermee? Wow.
Jongens, ik denk dat ze hem een keer na moeten kijken. Hij is er weer. Hij is er. Oké, snel. 30 seconden, guys. 30, als ik het nu niet haal, dan word ik echt heel erg boos. Oké, come on. Come on. Spring. Ja. Ja. Yes! Woo! Nice! En nu ben ik de piloot. Nu ben ik de piloot. Let's take off. Eigenlijk is dat met twee F'en. Oké. Ik ben Dutch Schuber, de piloot. En welkom aan boord. Gordels om en wees voorzichtig. Oké, there we go, guys. Dit is echt erg, hè. Letterlijk, iedereen die chillt met mij in de cockpit. Oké, there we go. Het vertrekt gewoon letterlijk. De raket waar ik de bestuurder van ben, die vertrekt. Hoe zou mijn raket moeten heten? Als mijn raket een naam zou hebben, weet je wel. Net als een schip bijvoorbeeld de SS Anna of de SS Jeyun of Soraya. Hoe zou mijn raket moeten heten? Laat het in de comments achter. En de meest originele reactie, die krijgt van mij een dikke vette thumbs up. Echt waar, serieus. We moeten proberen tot aan de andere planeet te komen. Gaan we de andere planeet halen, guys? Ik ben gewoon de bestuurder. Besef hoe awesome dat is. Besef hoe awesome dat is. Oké, we komen wel dichterbij, lijkt het, nu ik de bestuurder ben. Ik wil niet zeggen dat de andere mensen het niet goed deden, maar het lijkt erop dat we nu beter en dichterbij komen dan eerst. Ah. Uh-oh, we hebben een probleem. Hij lijkt neer te storten, guys. Hij lijkt neer te storten, guys. Maar ik ben de piloot, dus het is allemaal mijn verantwoordelijkheid nu. Kantel terug, alsjeblieft. Ik hou hier niet van. Oké, nice, we zijn weer terug. Oké, gaan we dat halen? Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben nu de piloot. Gaan wij de andere planeet halen? Ik denk, het lijkt erop. Guys, het lijkt erop, hè? Het lijkt er wel op. We zijn er bijna. Oké, let's go. 3, 2, 1. Ah! Yes! We made it. Oh, dat is jammer. Maar ik heb het wel gehaald. Ik ben wel bij een andere dimensie uitgekomen. That's pretty amazing, guys. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube-kanaal, heel gratis. En spam in de comments. Ik wil mee als je mee wilt in mijn vliegtuig. Spam het nu. En dan laat je ook zien dat je tot het einde van de video hebt gekeken. En dus een opperbaas bent. Tot de volgende keer. En ik zeg, adios.